De regering kan in 2024 volgens haar begroting 11,2 miljard uitgeven aan lonen en salarissen, wat neerkomt op 18,7% van de uitgaven voor dit dienstjaar. In vergelijking met 2023 is de loonsom met ruim 1,3 miljard toegenomen. NDP-parlementariër Rabindra Parmisser zei gisteren tijdens de begrotingsbehandeling dat de grootste loonposten zitten bij het ministerie van Justitie en Politie en het ministerie van Onderwijs. Tijdens zijn spreekbeurt vroeg Parmisser dringende aandacht voor de lonen van het verplegend personeel die vallen onder het ministerie van Volksgezondheid. We merken een enorme brain drain bij deze doelgroep. Voorzitter, we zijn voorstander dat deze bijzondere doelgroep, met name de leerkrachten, de politieagenten en de verplegenden, goed gewaardeerd worden. Middels betere salariering en hun secundaire voorzieningen. Maar voorzitter, wat doet de regering aan het beleid in deze sectoren? De president heeft te kennen gegeven dat deze drie sectoren hoogste prioriteit zullen genieten. De zorg ligt al op zijn gat. Medicijnen zijn schaars en onbetaalbaar. Operaties kunnen niet tijdig uitgevoerd worden vanwege onder meer gebrek aan apparatuur en het deskundig personeel. Over de criminaliteit in alle opzichten valt een boekwerk te schrijven. Parmisser wil graag dat er een overzicht wordt gepresenteerd over het aantal ambtenaren dat op de loonlijst staat, inclusief degenen die zijn aangetrokken op de post enkele diensten. Daarnaast is de DNA-lid de mening toegedaan dat er een overzicht gepresenteerd moet worden van alle presidentiële commissies en de vergoedingen. Het verhaal dat men kosteloos werkt gaat echt niet op, voorzitter. We kijken voorts ook uit naar de resultaten van deze commissies. Er worden vele presidentiële commissies, werkgroepen en of bewegingen links en rechts benoemd zonder dat er zichtbare resultaten geboekt worden. De bekende doofpotconstructie wordt gehanteerd via deze commissies. Naar mijn mening is dit ook een verkapte vorm van het accommoderen van family and friends en zeker ook partijsponsoren. Parmisser ging ook in op een filmpje dat op sociale media circuleert over salarissen van leiders in de CARICOM, waaronder Suriname. VHP-parlementariër Mahinder Yogi deed een beroep op de leden van DNA om slechts zaken te presenteren die verifieerbaar zijn.